all-rounded HR-bedrijf en blijft inzetten op internationale groei, gesteund door een netto-winst van 81 miljoen vorig jaar. Tweede kandidaat is Lieve Mostrey. Als manager van Euroclear loodste zij haar 5000 medewerkers al 2 jaar door een hectische periode met een gezonde netto-winst tot gevolg. Of gaat een award naar Dominiek Valcke, de sterke man achter TVH. Zijn manager skills gaven de verdeler en producent van machineonderdelen een indrukwekkende weerbaarheid en internationale groei. Stijn, houd ons niet langer in spanning. Wie krijgt die filmbegeerde award Manager of the Year?